Goedemiddag en welkom bij het webinar Onderhandelen voor meer salaris. Zo doe je dat. Mijn naam is Anne-Maria Bezemer en ik ben trainer bij Learnit en ik verzorg voor jullie het algemene gedeelte. En Rob Tummers hier naast mij, die is verkooptrainer bij Learnit en hij zal het inhoudelijke gedeelte verzorgen voor je. De aanleiding voor dit webinar is dat het eigenlijk gewoon wel weer beter gaat, hè, met Nederland. De economie trekt aan, er worden meer centjes verdiend, dus dat leek ons nou eens een uitgelezen mogelijkheid voor je om wat te gaan onderhandelen over meer salaris. Dus dat gaan we zo meteen eens even, daar gaan we ons even op richten. Tijdens dit webinar worden wat polvragen en chatvragen aan je gesteld, want we zoeken vaak heel graag het gesprek met je op. De chatvragen kun je gewoon beantwoorden in het chatveld en de polvragen, daar krijg je aan de rechterkant van het chatveld de antwoordmogelijkheden te zien en daar kan je dan gewoon op klikken. Joeri is erbij voor de techniek. Mocht je vragen hebben over de techniek of ergens tegenaan lopen, dan kan je gewoon in het chatveld de vraag stellen. Joeri ziet dat dan en die gaat dan voor je aan de slag. Nou, je ziet me zo meteen dan wel weer even terug als het gaat om de polvragen en de chatvragen. En aan het eind ga ik ook je nog eventjes wat dingetjes vertellen over het vervolg van het webinar. Maar ik denk dat het goed is om gewoon lekker aan de slag te gaan. Dus ik geef heel graag het woord aan Rob. Nou, dankjewel, Anne-Maria. Ja. Mijn naam is dus Rob. Welkom, leuk dat je kijkt. We gaan aan de slag met onderhandelen voor meer salaris. En nou, je zit in een webinar, dus en sommige webinars vind ik nog wel eens een beetje saai. Nou ja, stel je gaat naar een webinar kijken over notuleren bijvoorbeeld. Maar vandaag gaat het over meer salaris en we hebben ongelooflijk veel aanmeldingen gehad. Hartstikke leuk om te zien hoe belangrijk dit dus is. Dus we gaan lekker aan de slag en wat we gaan doen is, ga met je kijken naar wanneer kun je nou onderhandelen over salaris. Hè? En wat werkt dan soms, maar eigenlijk niet zo vaak. Wat werkt vaak wel? Hè? Dus hoe kun je nou gaan onderhandelen zodat je meer geld oplevert? En als je dat dan doet, heb je natuurlijk de kans dat je werkgever met bezwaren komt. Dus we gaan ook even kijken, hoe kun je nou omgaan met die bezwaren? Nou, wanneer zou je nou onderhandelen over meer salaris? Eigenlijk zou ik kunnen zeggen, dat doe je als je een nieuwe functie krijgt. Een nieuwe functie binnen je huidige organisatie of een nieuwe functie ergens anders. Maar je kan ook onderhandelen voor meer salaris als je binnen je huidige functie zit. Gewoon het werk wat je nu doet. En daar gaat het webinar over. Het webinar gaat over mensen die, als je nu in je huidige baan zit, hoe krijg je dan meer salaris? Nou, wat werkt dan niet? Wat niet werkt is vanuit jezelf allemaal redenen gaan noemen. Ik werk zo hard en ik vind dat ik veel te weinig verdien. Of ik heb veel meer kosten dan ik nu kan dekken met mijn salaris. Allemaal redenen die je aan je werkgever gaat noemen waarom je meer salaris wil. En want heel veel van die argumenten die gaan, ja, die komen vanuit jouw perspectief. En die zijn nogal eenzijdig daarmee. En het gevaar wat je ook hebt is als je die eenmaal op tafel legt en je werkgever zegt, nou, daar hebben we niks mee te maken, of hij veegt er van tafel op een andere manier, dan ben je eigenlijk klaar met je onderhandeling. En wat vaak gebeurt als je het op deze manier doet, je vraagt het, maar je krijgt het niet, ja, vanaf dat moment wordt het wat minder leuk, want dan voel je je niet serieus genomen. En dus dit is de manier die niet werkt. De vraag is dan natuurlijk, wat werkt dan wel? En om daar te komen neem ik even een zijstapje. Om dit antwoord te komen gaan we eerst even met deze twee vragen aan de slag. En dat is, hoe kijk jij naar de wereld en hoe kijkt je werkgever? Nou, stel, dit ben jij op het scherm en jij hebt zo je eigen dingen die je belangrijk vindt. Die je logisch vindt en ook dingen die je logisch vindt binnen jouw functie. Dingen die je belangrijk vindt, dingen die je bijvoorbeeld extra doet, extra werk dat je opneemt. En al die dingen die jij doet, daarom vind jij bijvoorbeeld dat je extra salaris verdient. Maar ja, je hebt ook een werkgever, hè? Die andere persoon. En hij of zij heeft ook weer dingen die hij of zij belangrijk vindt. Die zij of hij vindt dat horen binnen jouw functie. Dingen die zij belangrijk vindt dat jij vaak doet. En wat zij vindt van die extra taken die je op je neemt. En het probleem is dat die twee punten tussen jou en de werkgever nog wel eens verschillen. Dus het heeft zin om te kijken naar hoe kijkt nou je werkgever. En een manier waarop een werkgever dat doet, hè, is als volgt. Je zou op drie manieren kunnen bekijken. De eerste manier is naar de inhoud van je werk. Het inhoud wat jij doet in je baan.
alle werkzaamheden die je hebt en hoe snel je dat doet en hoe hard je daarin werkt. En dat is vaak voor medewerkers aanleiding om te vragen om extra salaris. Ik werk zo hard of ik doe zoveel. Als je naar een ander niveau gaat kijken, managers, leidinggevenden, die kijken veel naar procesverbetering. Dus hoe zijn de dingen hier georganiseerd en hoe kunnen we het handiger, slimmer, beter, sneller doen? Dus jouw manager waarschijnlijk bekijkt dat vanuit zijn perspectief. Dus de vraag is, wat is er allemaal belangrijk voor jouw manager in zijn functie? Wat wil hij bereiken? Waar moet hij voor zorgen en waar wordt hij op afgerekend? Dus de eerste vraag die ik voor je heb is, weet jij waar je manager op wordt afgerekend? Want als je dat weet, dan kun je heel erg goed gaan bijdragen aan datgene wat voor hem belangrijk is. Dus ik heb een polvraag voor je. En de eerste vraag is, ik moet er niet voor gaan staan. De eerste vraag is, ik weet 100% precies waar mijn manager op wordt afgerekend en beloond. En de tweede vraag is, ik weet niet precies waar mijn manager op wordt afgerekend of beloond. En de vraag is, hoe zit het bij jou? En dat geldt voor je werkgever dus zowel op financiën als op mensen, als op processen of waar die wordt afgerekend. Maria, zien we al wat antwoorden binnenkomen? Ik zie zeker al wat antwoorden binnenkomen. En ik moet zeggen dat het een heel duidelijk beeld is. Want tot nu toe is echt het overgrote deel van de mensen kiest voor B. Namelijk, ik weet niet 100% waar mijn baas op wordt afgerekend. Ik zal even de bril erbij opzetten, want dan kan ik de percentages ook even zien. Ja, goed. Ja, het is nu echt 93% voor B. En het wordt nu iets meer, zie ik. We zitten nu een beetje op 20-80. Maar het is dus het is echt het overgrote meerderheid zegt, ja, ik weet eigenlijk niet eens waar mijn baas op wordt afgerekend. En een vijfde, zeg maar, zegt, ja, ik weet eigenlijk precies wel waar mijn baas op wordt afgerekend. Kijk, in de gevallen, wat je baas wil, is dat jij hem helpt, dat je bijdraagt aan het bereiken van zijn doelen. En als je dus niet weet waar hij op afgerekend wordt, of wat voor hem belangrijk is, dan is dat heel lastig om hem daarmee te helpen. Dus het is heel goed om dat eens te bespreken met je werkgever, met je manager. Van, waar word jij nou op afgerekend en hoe kan ik jou helpen om dat te bereiken, om daarin bij te dragen? Dus dat is, we hebben gekeken naar inhoud en we hebben gekeken naar voordeel. En dan hebben we nog een niveau. En dat is namelijk op waarde. En dat is hoe vaak een directie kijkt. Een directie heeft, even een beetje gechargeerd, 4 gebieden. Namelijk, hoe kunnen we meer geld verdienen of hoe kunnen we meer geld besparen? Tweede is, hoe kunnen we tijd besparen? Of hoe kunnen we sneller naar de markt of sneller werken, arbeidstijd verkorten? Hoe kunnen we zorgen dat we het risico verkleinen? Ons risico dat het fout gaat met ons bedrijf. Of andersom, hoe kunnen we voor meer zekerheid zorgen op de lange termijn? En het vierde punt is status. Dus hoe kunnen we ons bedrijf mooier, belangrijker, beter maken? En als jij dus extra geld wil, als je extra salaris wil verdienen, dan zul je dus ook wat extra moeten opleveren. Of voor je manager, doordat je dingen slimmer, handiger, beter gaat doen. Of op directieniveau, dat je bijdraagt aan meer omzet of minder kosten. Sneller naar de markt of al die dingen die je ziet staan. Dus de vraag is, hoe zou jij nou vanuit jouw functie dat kunnen doen? Hoe zou je vanuit jouw functie extra geld kunnen opleveren of kunnen besparen? Processen verbeteren, tijd besparen, meer zekerheid, dingen handiger aanpakken. Dus hoe kun jij nou bijdragen vanuit jouw functie aan de dingen die je manager en die directie belangrijk vindt? En de vraag is, denk daar eens over na en vul eens in de chat wat je zou kunnen verzinnen. En Annemarie, de mensen zeiden natuurlijk al, 80% zei, ik weet eigenlijk niet precies waar mijn manager op wordt afgerekend. Dus dit is een manier om daar eens over na te denken van, wat kan ik dan eigenlijk doen om meer op te leveren? Dus ik ben benieuwd of er al iets, binnen is te komen. Volgens mij moeten mensen er heel even over nadenken. En ik kan me dat heel goed voorstellen, hoor. Als je daar nog niet eerder zo over hebt nagedacht, dan is dat wel even een schakel die je moet maken, volgens mij. Dus, het principe erachter is namelijk, als jij iets wil van de ander, zul jij de ander moeten geven wat hij wil. Precies. Dus die ander moet dat ook iets opleveren. En als het de ander iets oplevert, dan mag het jou ook iets opleveren.
Ja, ik zie hier iemand die zegt, goh, misschien zou mijn baas wel willen dat ik een extra avonddienst invul of zo. Hè? Dus dat ik flexibel ben. Ja. Hè? En wat meer op tijden werk waar misschien anderen niet willen werken of zoiets. Hè? Ja, precies. Bevorderen van continuïteit zie ik hier. Processen verbeteren of voorstellen aandragen. Ja, precies. Kan ik me ook voorstellen inderdaad. Ja. En als je dan een proces verbetert, hè, wat levert die verbetering dan op? En stel nou dat je met een procesverbetering het bedrijf elke maand 10.000 euro bespaart. Hè? Of dat je door een avonddienst te draaien, dat je minder kosten hebt aan externe inhuur. En dat dat 400 euro per avond scheelt. Ja. Dus door mee te denken wat het bedrijf oplevert, ja, zit er voor jou waarschijnlijk ook iets in. En dat is zeg maar met onderhandelen over salaris. Als je je eigen standpunt aandraagt en jij vindt, ik wil meer geld. Ja. Dan zal een werkgever denken, ja, ik heb bijvoorbeeld laatst een vriend van me, die heeft een eigen bedrijf. En dan was een medewerker, die was naar hem toegekomen. En zij had allemaal extra taken op zich genomen. Ze had heel hard gewerkt. En ze zei tegen hem, ik wil graag meer geld, meer salaris, want ik heb dit en dit en dit en dat gedaan. En hij zei tegen me, ik kan er niet bij, hè. Ik zou zo graag willen dat ze dit doet. Maar ze is allemaal al die andere dingen aan het doen die helemaal niet zo belangrijk zijn. Ja. En dan wil ze daar wel extra geld voor. Ja, dus ze doet al heel lang de dingen die eigenlijk niet belangrijk zijn. En dan wil ze wel extra geld. Ja, ik twijfel er niet aan. Ik zie nog even wat meer antwoorden op. Wil je er nog een paar? Ja. Iemand zegt andere coachen misschien. Of administratieve taken overnemen, zodat de ander tijd heeft voor andere dingen. Ideeën voor nieuwe projecten, kwaliteitsadvies. Ruimte en tijd vragen om ook procesverbetering toe te kunnen passen. Dus eigenlijk ook zeggen van ik denk over de, hè, over mijn eigen rand mee. Ja. Ik denk mee over andere dingen die niet zozeer mijn verantwoordelijkheid zijn. Ja, ik denk wel dat de goede kant op gaat, hè? Zeker. En ja. Dit gaat absoluut de goede kant op. En dit is deze gedachtegang, deze insteek zal je helpen. Ja. Dat is de eerste goede stap in het gesprek. Ja. Maar het is nog niet alles. Want wat je nu doet, hè, wat we nu gedaan hebben, is hetzelfde als wat we aan het begin zeiden. Wat ik net vertelde over hè, die vriend van mij met die medewerker die meer verdiende. Je bent het zelf aan het verzinnen. Dus jij bent vanuit jouw bril aan het bedenken wat je kunt doen en hoe je meer waarde kunt opleveren en meer voordeel kunt opleveren. Maar de vraag is, wie beslist daarover? Hè, dus wie beslist of jij meer salaris krijgt en wat dat waard is? En dat is jouw manager of je werkgever. Dus het is heel slim om aan je manager, je werkgever te vragen, hey, wat is nou precies belangrijk voor jullie? Wat vinden jullie belangrijk bij de beloning van medewerkers? En waar letten jullie dan op? En dat geeft je een goed beeld van waar zij op letten en hoe zij beoordelen. En daar kun je je dan op gaan richten. En je kan dat nog concreter doen. Ik heb het zelf bij twee werkgevers gedaan. En dat heeft twee keer goed uitgepakt. Is, je draait het gewoon om. Dus je vraagt aan je werkgever, luister, ik wil graag meer salaris verdienen. Even afhankelijk van hoeveel je nu verdient, is dat zus of zoveel. Ik wil graag zoveel procent meer salaris verdienen. En ik besef me dat daar iets tegenover moet staan. Ja, want als ik meer geld krijg, dan moet ik ook meer opleveren. Vertel me, beste werkgever, wat moet ik doen om 5%, 10% extra salaris te krijgen? Ja, zegt die werkgever, die zal er ook even over moeten nadenken, maar die komt misschien met dingen die jij zelf had bedacht. Hè? Je zou een paar suggesties kunnen doen. Maar waarschijnlijk komt hij met dingen die je nog niet wist. Maar hij heeft doelen die hij moet bereiken. Hij heeft omzet of kostenverlaging. Of er is iets wat hij moet bereiken. En als jij ervoor kunt zorgen dat hij dat sneller bereikt, dan heeft hij daar waarschijnlijk wat voor over. Maar vraag maar aan hem. En hij zal dan met de argumenten komen. Nou ja, als je 10% salaris wil, extra wil, dan dan moet je dit doen. En wellicht kun je dan dat doen. Nou, en dat. En dan weet jij dus, dus als ik dit doe en dat doe en dat doe, dan krijg ik 10% extra salaris. Nou, hè, en vanaf dat moment kun je daar naartoe werken. Zeg je, daar ga ik mee aan de slag. En dan kom ik over een half jaar bij, of over een jaar, net wat je afspreekt. En dan gaan we kijken wat de voortgang is. En dan kunnen we, als ik dat bereikt heb, meer salaris. Rob? Ja. Ik heb een opmerking hier en die zegt van, joh, maar als ik dat aan mijn baas vraag, vaak weten ze het gewoon zelf niet. Hè? Want jij zegt, ze hebben doelen, ze weten het wel, maar ja, vaak hebben ze dan zoiets van, ja, geen idee. Ja, logisch. En wat je met die vraag doet, is dat je die onwetendheid van zo'n baas omzet in, ja, daar moet hij dus over gaan nadenken. Ja. Je zet hem aan tot actie,
En hij zal ook moeten nadenken over, hey, wat is mij nou meer waard? Wanneer de manier levert die werknemer mij meer op? En dat zal jullie arbeidsverhouding alleen maar verbeteren. Omdat jullie doelgerichter aan het werk gaan. Je beide weet wat belangrijk is. En als je gezamenlijk je daarop gaat richten, dan bereik je veel meer dan iemand die ook niet precies weet wat hij moet bereiken. En die ook niet precies weet of duidelijk weet te maken waar hij zijn medewerkers op beloont. Nee. Maar op de twee momenten dat ik het aan mijn werkgever heb gevraagd, kreeg ik dezelfde reactie. Ja, ik vind het een hele goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet, maar ik kom erop terug. Ja. En in beide gevallen is hij erop teruggekomen en ben ik daarmee aan de slag gegaan. En waar hij me terugkomt, de werkgever, daar kun je dan vervolgens over gaan onderhandelen. Dat is dit werk kunnen we zo doen en dat zie ik mezelf daar wel doen. Maar daarom zeg je eigenlijk van, stel de vraag, geef de manager ook de ruimte om erover na te denken. Want hij ziet die vraag misschien niet aankomen, dus natuurlijk weet hij het niet. Ja. Maar laat hem niet ermee wegkomen met, ik heb geen idee. Hè? Vraag wel van, joh, ik wil wel een antwoord van jou, want het is voor mij belangrijk, zoiets. Precies. Ja, oké. En als hij de argumenten op tafel legt die hij belangrijk vindt, ja, dan hoef je daar verder niet meer over te onderhandelen. Nee. Versus jouw argumenten die je eerder had bedacht, die misschien gewoon niet zo goed passen binnen wat hij belangrijk vindt. Precies, ja. Oké, dankjewel. Nou, stel dat je dit gesprek voert, hè, dan krijg je mogelijk een bezwaar. Bezwaar bijvoorbeeld, leuke vraag hoor, slim bedacht. Maar zo werkt het hier niet, zo doen we dat hier niet. We kunnen hier niet zoveel ineens geven. Dit salaris past gewoon niet binnen je functie. Of ik zag net een vraag, dat past niet binnen de CAO die we hier hebben. Of mensen die zeggen, dit werk past nou eenmaal binnen je functie. Dus ook als je beter je functie gaat doen, dat past gewoon, dat hoort er gewoon bij. En hier, de oplossing hier is altijd dat je, dat in het argument wat iemand geeft, het omgekeerde dus waar is. Dus je moet gaan zoeken naar de omgekeerde waarheid. Dus zo werkt het hier niet. Dan zeg je, dus het moet op een andere manier. Hoe kan het dan wel? Als iemand zegt, we kunnen hier niet zoveel ineens geven, dan zeg je, dus het gaat dan stapsgewijs. Welke stapjes zullen we dan afspreken? Iemand zegt, dat salaris past niet binnen je functie. Dan is dus het antwoord, dus het past als we mijn functie aanpassen. Laten we dan kijken naar hoe we mijn functie anders kunnen indelen. Of dit extra werk hoort nu eenmaal binnen je functie. Daar zit binnen besloten, dus wat ik ook doe, hoeveel ik ook beter presteer, dat levert mij nooit extra salaris op. Met andere woorden, ik kan niet groeien. En die redenatie die gebruiken veel werkgevers wel. Van wij willen graag groeien, maar we willen dat de medewerkers niet groeien. En uiteindelijk is een organisatie die wil groeien, die heeft ook mensen nodig die willen groeien. Want een organisatie die wil groeien, maar mensen kunnen niet groeien, dat gaat niet. Ik geloof niet dat dat werkt. Een organisatie die wil groeien, die heeft mensen nodig die willen groeien. Dus de vraag is, nu je dit zo weet, wat kun je daar dan mee? Zou je eens op de chat kunnen invullen, hoe zie je dat voor je? Zie je het een beetje gaan gebeuren dit? En de vraag is, Annemarie, wat mensen hier nou op reageren? Nou, dan moeten we nog even wachten, denk ik. Want ik zie nog even niks komen. Maar misschien moeten mensen daar ook even over nadenken of ze dat zien gebeuren. Ja. Ondertussen heb ik misschien nog even een andere vraag voor je. En dat is eigenlijk een hele concrete vraag. En dat is, want je noemde net van, ik wil een bepaald percentage salarisverhoging. Ja. Zijn er ook een soort van kaders waarbinnen je zegt van, zoveel procent is reëel of zoveel procent zou je wel of niet mogen vragen? Is daar iets over te zeggen, denk jij? Ja, er is wel iets over te zeggen in die zin dat je, ik wil dubbel zoveel salaris verdienen. Prettige wedstrijd. Hè? Dan zou je dubbel zoveel moeten gaan werken, bijvoorbeeld. Dus ik vind het moeilijk om daar een heel rechtomlijnd getal op te geven. Maar een aantal procent is altijd mogelijk. En je kan, als je bijvoorbeeld een CAO hebt, of je hebt binnen sommige organisaties zijn die schalen inzichtelijk. Dan kun je gewoon kijken, wat is nou realistisch voor mij, beste werkgever, om naartoe te groeien? Ik wil een stap maken. Als het binnen een CAO is, wat zou voor mij de volgende stap zijn? En wat moet ik daar dan voor doen om daar te komen? Ja. Maar mijn ervaring is dat managers die merken dat hun medewerkers gemotiveerd zijn om een extra bijdrage te leveren. Dus niet alleen maar zeggen, ik wil meer geld. Maar ook zich bewust zijn dat het iets moet opleveren en willen meedenken met die organisatie, hoe die organisatie kan groeien. Dat te gek is, want een manager wil, die wil dat graag, hè? Die lerende medewerker. Lekker iemand met motivatie, die wil groeien. En die als logische
tegenprestatie dan ook meer geld wil verdienen. Ja. Dat zijn de mooiste medewerkers die er zijn. Ja, alleen hebben we dan wel soms te maken, en dat geeft meneer Robert-Jan aan, die zegt, ja, onze organisatie biedt eigenlijk heel veel groeimogelijkheden, heel veel studiemogelijkheden, maar wel met vaste salarisschalen en vaste tredes. En, ja. Hè, dus hoe ga je daar dan mee om? Als je wel een organisatie hebt die heel veel mogelijkheden biedt om te groeien, maar waarbij die beloning al zo eigenlijk heel erg vast ligt. Ja, dus dan is de eerste vraag. Goede nieuws is, je hebt dus al heel veel mooie voorwaarden. Hè? Die opleidingen en die trainingen die zijn doorgaans wel kostbaar. Dus dat is wat waard. Maar aan de andere kant, eigenlijk net met de CAO. Als die schalen vast liggen, dan is de vraag, beste werkgever, ik wil naar de volgende schaal. Vertel maar, wat moet ik daarvoor doen? Ja. Wat moet ik doen om me te ontwikkelen? Hoe kun je me daarin begeleiden? Want ik wil graag die stap zetten. Ja. Voor mezelf en voor de organisatie, zodat we er allebei beter van worden. Ja. En als... Ook dus dan als... ga je die schalen eigenlijk in je voordeel gebruiken. Dan ga je gewoon zeggen, joh, we werken met die schalen. Dan ga ik kijken in die schalen hoe ik kan groeien en hoe ik ook meer salaris kan krijgen. En bij die hogere schaal hoort beter gedrag, betere performance, meer opbrengst, minder kosten. Er hoort iets bij wat die schaal rechtvaardigt. Ja. En de vraag om met je manager te bespreken is wat het goede pad daar naartoe is. Ik wil daarheen, dat is mijn ambitie, binnen een jaar, twee jaar, ik weet niet hoe groot het gat is. En ik ga er alles aan doen om dat gat te dichten. En beste manager, ik wil dat jij me erbij gaat helpen. Ja. Ja, ja, te gek. Ja. Even kijken hoor, of ik alweer meer dingen... Ja, vaak wil je eigen manager wel, staat hier, maar daarboven dan weer niet. Dan is de vraag, zou je dit webinar aan je manager kunnen laten zien? Ja. Hè? Want die manager zal ook met zijn directie, beste directie... Ik heb hier een ontzettend gedreven medewerker... die meer wil opleveren voor het bedrijf, die zijn best wil doen... Ja, dat moeten we belonen. Hè? Dus zo'n directie wil ook groeien. Ja. En daar waar een directie zegt, ja, weet je, laat ze maar werken, maar we gaan niet meer betalen. Ja. Daar is dezelfde redenatie. Dus de organisatie moet groeien, maar de mensen kunnen niet groeien. Laten we daar eens een gesprek over hebben. Want klopt niet. Ik zal eens even kijken, want ik heb weer wat meer. Ja, ik zie dus een aantal dingen van... Want er schijnt dus wel een soort van verschil te zijn in... het ontvangen van salaris en groeimogelijkheden krijgen. Dus ik zie echt mensen die zeggen... nou ja, groeimogelijkheden is toch ook fijn... en hè, je kan je toch ook ontwikkelen, dat is ook leuk... dus je opleidingsbudget is ook geld. En, hè, dus die kant zie ik. Maar aan de andere kant zeg jij ook van... nou ja, groeien is natuurlijk interessant... en het is fijn dat je wil groeien. Maar er hoort natuurlijk uiteindelijk ook wel een soort van beloning bij. Een soort van... Hè? Dus dat zien we hier wel een beetje. Want als je beter gaat presteren, hè, dus als je even terugdenkt aan die piramide, dan ga je, als het goed is, dingen slimmer doen, handiger doen, meer geld oplevert of tijd bespaart. Of het heeft waarde. Ja. En als je best doet en met die manager nadenkt over hoe je die directie duidelijk kunt maken wat die waarde is, en als die manager vervolgens eerst aan die directie gaat vragen van, hey, wat is van jullie nou eigenlijk belangrijk? En dat vervolgens met die medewerker vertaald. Ik heb hier een medewerker en die gaat bijdragen aan jullie doelen. Ja, niks zo simpel kan het eigenlijk zijn, hè? Ja, en vaak zie je het tegenovergestelde. Hè? Ik kom wel eens in organisaties en dan zeggen medewerkers... ja, de directie wil dat we allemaal. Ze zeggen dat we dit moeten doen en ze zeggen dat we dat moeten doen. Nou, mooi niet. Ze snappen er toch niks van. Hè? Ik doe wat ik zelf belangrijk vind. Ja. Want ik zit hier op de werkvloer. Ik snap echt hoe het zit. Ja, ik zeg, dat is een waar. Beetje, maar, en dan zal zo'n directie beoordeelt jou, zo'n manager beoordeelt jou... hoe je past binnen hun plan, binnen hun visie en hoe je daarin bijdraagt. Ik zie ook mensen die zeggen, het kan ook gebeuren dat als je om meer salaris vraagt... of groeimogelijkheden, dat ze zeggen van ja, maar je collega's krijgen dit ook. Hè? Dus soms gebruiken werkgevers ook dat soort argumenten van ja... hè, we betalen alle collega's hetzelfde voor het werk dat je doet. Ja. Hoe ga je daarmee om? Ja, dat is weer hetzelfde als het bezwaar. Hè? Zo werkt het hier niet. Ja. Dus, dus we hebben allemaal medewerkers. En dat zijn er bijvoorbeeld 10 op een rij. En wat ik als nummer 10 ook extra doe, wat ik extra oplever... hoezeer ik mijn best ook doe, dat kan nooit leiden tot meer salaris. Dus ik kan hier niet groeien. Dat is wat je dan zegt, werkgever. Ja. Ja. En als de werkgever doorkrijgt dat de meest gemotiveerde... medewerker die zijn best wil doen om te groeien, daarin beperkt wordt... dat zijn toch meestal de mensen die wel de mogelijkheid krijgen om, om salarisverhoging te krijgen. Dus datzelfde argument is daar eigenlijk op van toepassing. Ja, maar draai het om. Ja, draai het om. Stel nou, het moet mogelijk zijn. Want beste manager, jij verdient ook meer dan ik. Hè? Jij wil ook graag groeien, toch? En wat moet jij doen? Laten we er samen eens over nadenken. Wat zou ik kunnen doen om meer waarde te creëren, meer toe te voegen en dus ook meer te verdienen? Gaan we zelf herhalen een beetje nu? Ja. Dit zijn de reacties die ik heb gezien. Dus, nou, mooi. Komt verder niks meer bij voor zover ik kan zien. Dus we kunnen verder. Mocht je nou denken, leuk dit. Maar
moet ik wel nog een beetje mee stoeien, een beetje mee oefenen, kijken hoe ik dat het slimst kan doen. Dan kun je deelnemen aan een van de vele onderhandeltrainingen die we geven bij Learnit. En wat we daarin doen, is dat we echt naar jouw situatie gaan kijken, naar hoe je jouw werkplek in elkaar zit, hoe je werkgever in elkaar zit. En wat is dan de manier waarop dit voor jou het beste zou kunnen werken. Dus wat mij betreft zijn we hiermee aangekomen bij het einde van het webinar. En ik blijf nog even online, zodat ik wellicht nog wat chatvragen van jullie kan beantwoorden. Maar de vraag is, tot slot wellicht, kun je er nog wat mee? Wil je er nog wat mee? Laat het ons dan weten. En anders wens ik je een hele fijne dag en heel veel succes toe met het leuke gesprek met je werkgever. Want dat is ook vaak wat het is. Het wordt leuk, omdat zo iemand denkt, potverdorie, die medewerker gaat met me meedenken. Dat is te gek. Ja, cool. Dankjewel, Rob. Nou, dankjewel voor het kijken. Ik geef je nog even een paar dingen mee. Allereerst is het goed om te weten dat je een opname van of een link naar de opname van dit webinar nog via de mail van ons toegestuurd krijgt. Dus dan kun je het altijd nog eventjes het webinar terugkijken. Je krijgt dan ook de vraag om een evaluatieformulier in te vullen. We vinden het altijd heel fijn als je dat doet, omdat we daar dan natuurlijk ook weer van leren. Rob blijft dus nog heel eventjes op de chat. Dus als je nog vragen hebt, dan kan hij dat nog eventjes voor je beantwoorden. Nou, voor de rest dank je wel voor je aandacht. En wie weet gaan we elkaar nog eens tegenkomen. Dank je wel en tot ziens. Hoi. Dag.